Hey, hallo iedereen. Ja, vandaag ga ik het aan Niels vertellen sowieso. En ik was in de apotheek, dus ik heb een tutje meegebracht. Hoe schattig is dat? Ik ga dat trouwens open doen. Want ik had net naar Niels gestuurd. Ook dat ze vandaag een box willen langsbrengen met de nieuwe gin. En als ze dat wil. Maar hij heeft nog niet geantwoord. Dus ik ben er vrij zeker van, die wil altijd gin. En dan is mijn bedoeling om een mooie box te gaan halen in de winkel. Dat je zo'n doos die je open doet. En er effectief ook wel een gin in te steken. Misschien een sticker op te plakken van je wordt papa ofzo. Of een papier, ik ga zien. Als dat gaat lukken. Want ik moet zeggen, ik voel me ook niet heel goed. Dus ik voel me een beetje mottig. Maar dus... ja, ik wil zo'n box maken en dan er een gin in steken en misschien iets opzetten van gin voor papa's. En er dan bij de zwangerschapstest een tutje. En ik heb net gestuurd naar Carlijn van Cadeco. Ik weet niet of jullie Cadeco kennen. Als ik haar even mag bellen, want dan kan ik misschien vragen als ze een rompertje kan maken met baby Mangeloop op. En dan december 2020, ik ga zien. Hoe dat er zo vaak uitziet, zo'n rompertje. Allee, wat je dan zet. Oh, ik ben wel echt zenuwachtig. Ik ga zo blij zijn als ik het heb verteld. Oké, Carlijn van Cadeco gaat een rompertje maken met Baby Mangeloop coming december 2021. Wat toch juist gezegd, hoop ik. En dan kan ik dat gaan afhalen, zelfs. Oh my god. Ik hoop dat Niels ook heel blij gaat zijn. Hij wil het ook heel graag, dus ik twijfel er niet aan. Maar Niels zijn enthousiasme kan soms wel zo rustiger zijn. Ik ben naar de AVA geweest. Ik ga even iets zoeken om jullie op te zetten. En naar de Fatana. En naar de Cadeco. En naar de drankenhandel. En ik heb een gin. Ik heb trouwens de box. Deze. Zo van de Ava. Ik wou eigenlijk een zwarte, maar dat hadden ze niet. Maar ik heb een gin. Dit is Copperhead. De Black Badge. We hebben we die nog? Ah, nee. Onze andere Copperhead is op. Maar ik dacht, die wil hem wel graag. En gin, als ze nog een open doet, ziet hem daar. Dus die ga ik erin leggen. Dan heb ik babyzakjes. Ze zijn wel met een strikje. Dus is wel redelijk meisjes. Maar ja, oké. Maakt niet uit. Er staat op 50% mama, 50% papa. Super schattig. Die ga ik er ook in zetten. En dan heb ik ook lint en stickertjes meegebracht. Maar dat ga ik zelfs doen. En dan heb ik het rompertje van Cadeco. Dat is trouwens zo mooi ingepakt. Ik ga er een foto van maken voor later. Maar ik ga het open doen. Want als ik dat er zo in ga steken, ja, gaat hem dat toch niet echt snappen. Dus ik ga het open doen. Oh, dat is zo zonde, want dat is zo mooi ingepakt. Oh my god. Oh my. Baby Mangeloop coming december 2021. Dat gaat in mijn buik zitten. Oh my god, hoe zot hè? Is echt zot. Echt zot. Oké, nu ga ik dat rompertje een beetje mooi plooien. Zien dan ik wel dat je die B kunt lezen. Van baby. En dan ga ik de zwangerschapstest erin leggen. Oké, de test. En het tutje, of course. Niet vergeten. En de test. Oh god, ik hoop maar ook dat hij dat zo niet gaat de bult open doen. En dat dat dan zo allemaal gaat schuiven. Oh, ik heb echt zenuwen. Echt zenuwen. En dan heb ik ook nog een... kaartje, elkaars grote liefde staat erop. En daar ga ik een tekstje inschrijven voor hem.
Nu ben ik wel aan het twijfelen als ik de chin zou wegdoen. Maar ja, ik vond het ook wel nog tof. Dan heeft hem ook nog gin om te drinken. Voor te vieren. Of zijn verdriet te verdrinken dat zijn leven voorbij is. Nee. Om te vieren. Dus dat is misschien ook nog wel tof. Oké, zo. Dat is de doos. Die ga ik nu toe doen. Oké, het is 2:30. Al 3:20. Dus dan heeft Niels gedaan. Met werken. Ik stuur net een bericht. Gedaan? Kan je naar huis? En hij zegt, ja, ik ga eerst nog naar de vape shop. Ik heb al zenuwen. Ik heb al zoveel zenuwen. Oh. Maar oké. Oh god, dat duurt zo lang. Ik verga echt van mijn zenuwen. Ja! Ja! Ik weet nou. Ja! Ja! Wat leuk! Ja. Ja. Oh. Allee, joh. Dit is een pestkop, joh. Wat pestkop? We zeggen tegen mij dat geen regels hebt. Ik weet het. Smeerlap. Ja, ik wist niet wat ik moest zeggen, hè. Allee. Mijn tranen zijn al op. Ik heb al keihard geweend deze morgen. Ik hou van je. Kok van de knap. Ik bestaan het nog niet zo goed, maar oké. Okay. Oh, nee, ik ook niet. Schattig, hè? Oh, mijn kleine vriend of vriendin. We zijn ondertussen even verder. Ik ben blij dat we het ook weten. Liefst heeft heel tijd geweest. Wel, happy tears, hè? Zeker. Wat vind je ervan dat je papa wordt? Spannend. Zenuwachtig. Maar wel heel blij. Papa en mama, hè? Ja, ik ben ook zenuwachtig. Allee, zenuwachtig niet, maar... Ja, dat is natuurlijk wel... Een nieuwe stap, hè? We hebben dat nog nooit gedaan, hè? Papa en mama... geweest, dus... Het zal wel zien, hè? Ja. Komt goed, hè? We gaan dat goed doen. Zeker. Top team. Ja. Emel Niels, jongen, toch, hè? Emel.